Het gaat om de beslissing die je neemt. Ik wil je vragen vandaag om een beslissing te nemen. Eén belangrijke beslissing die je moet nemen, vandaag. En vervolgens moet je actie nemen. Binnen 24 uur na vandaag moet je actie nemen. Zonder actie geen resultaat. Als je niet binnen 24 uur iets onderneemt, garandeer ik je, doe je niets meer met deze twee dagen. En dat zou zonde zijn, toch? Dus neem een beslissing en onderneem actie. Wat hebben we verder gedaan gisteren? We hebben het gehad over mindset. Er zijn twee soorten mindsets: de positieve en de negatieve. Wat ik heb ontdekt in alle jaren dat ik dit onderzoek heb gedaan voor het werk wat ik nu doe, is dat mensen die succesvol zijn, maakt niet uit in wat ze doen, sporters, zakenmensen, artiesten, al die succesvolle mensen, die hebben een hele positieve mindset. Het zijn vaak mensen met een positieve instelling. Ze zijn creatief, ze zijn vindingrijk. Ze hebben een op groei gerichte mindset. Ze staan open voor nieuwe ideeën. Je hebt ook mensen met een statische mindset. Die hebben vooraf al bepaald hoe het is. Daar ben ik het wel mee eens of daar ben ik het niet mee eens. Die hebben een heel klein zichtsveld. Ze staan niet echt open voor nieuwe ideeën. Ze zijn niet ontvankelijk. Denk maar eens even na waar je jezelf toe zou scharen. Ben je meer van de. Open mind, de op groei gerichte mindset, of ben je meer van de negatieve mindset? Het is niet een permanente staat van zijn. Het is niet dat je altijd positief of negatief hoeft te zijn. Absoluut niet. In de ene situatie zul je merken dat je eerder in een statische mindset verkeert dan in een andere situatie. Waar het om gaat is dat je probeert zoveel mogelijk in die positieve mindset te komen. Zo vaak mogelijk. Dat dat een automatische staat van zijn gaat worden. Dat je ontvankelijk bent. Dat je open staat voor nieuwe ideeën. Wat is ons gisteren duidelijk geworden? Dat er heel veel onduidelijk is in je hoofd. Dat je niet duidelijk weet wat je exact wilt. De antwoorden die je hebt gegeven op bepaalde vragen. zijn niet altijd even duidelijk, niet even concreet. Het gaat om helderheid. Je hebt gemerkt in heel veel van de een-op-een -een vragen die ik heb gesteld. in gesprekjes die ik heb gevoerd met mensen. dat het. Gebrek is aan helderheid, waardoor je niet exact weet wat je moet doen. De vraag: Ik weet niet waar ik moet beginnen, komt voort uit gebrek aan helderheid, gebrek aan informatie. En are you ready is niet zomaar een uitspraak, het is echt heel belangrijk. Ben je er klaar voor? Ben je voldoende voorbereid om te gaan doen wat je wilt doen? Ben je voorbereid op het examen? Heb je het geleerd? Ga je er met een heel zeker gevoel naartoe, omdat je weet, ik. En alle antwoorden. Geen enkel probleem. Als je niet bent voorbereid, heb je angst, faalangst, ben je bang. Dus op het moment dat je onzeker wordt, je hebt die angst om te falen, je bent bang dat het niet goed gaat, stel jezelf dan vragen: Waar komt dit gevoel vandaan? Ben ik goed voorbereid? Heb ik alle informatie? Heb ik er alles aan gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn? En is het eigenlijk wel duidelijk wat ik wil gaan bereiken? Want nogmaals, het voorbeeld: als je in je eigen auto stapt, je toetst het navigatiesysteem in en je zegt, doe maar ergens naartoe. En je denkt na een minuut of tien van, waar ben ik eigenlijk naartoe onderweg? Dan word je onzeker. Want je hebt geen idee wat je aan het doen bent. Een paar goede vragen. Waar wil je naartoe? Welk resultaat wil je behalen? Denk hier. Echt goed over na. Maak het concreet voor jezelf. Denk niet alleen van, ah, waar wil ik naartoe? Ja, ik wil mijn bedrijf iets succesvoller maken. Wat is dat? Wat is iets succesvoller? Maak het meetbaar. Als het meetbaar is, dan kun je kiezen of het beter is of slechter. Als het niet meetbaar is, word je onzeker, want je weet nooit of je het goed doet. Waarom wil je dat? Wat levert het je op? Je doet het altijd met een reden. Je doet het nooit zomaar. Waar sta je nu? Heel belangrijk, hebben we gisteren ook ontdekt. Waar sta je nu? Je kunt van alles willen. Je kunt hele grote doelen stellen. Je kunt grote dromen hebben. Dat is prima. Wat mij betreft kunnen doelen en dromen nooit groot genoeg zijn. En je kunt zeggen: ja, maar ik moet toch realistisch zijn? Iedere droom, ieder doel kan realistisch zijn. Heeft iemand anders dat doel ooit eens behaald? Heeft iemand anders een soortgelijke droom waargemaakt? Vaak wel. Dus het is haalbaar. De vraag is: is het haalbaar voor jou? Daar moet je realistisch in zijn. Waar sta je nu op dit moment? En dan kun je bepalen hoe groot is de afstand die je moet gaan afleggen om dat doel te behalen. En wat staat er dan tussen jou en je doel in? Wat houdt je tegen? Wie houdt je tegen? Wat heb je nodig? Meer creativiteit, mensen die je helpen, geld, hoeveel geld? Wie zijn die mensen? Maak het concreet. Ga weg uit al die algemeenheden. Dat maakt je onzeker. Daardoor kom je niet verder. En welke gerichte en specifieke actie ga je ondernemen? Dat is van groot belang.